Oh, Willem, ik hou van je. Oh, Anna van Egmond, ik hou van je titels, van je geld en van je connecties met de Spaanse koning. Ik ben zwanger. Oh, een zoon. Oh, ik ben zo gelukkig. We noemen hem Philips Willem. Oh, Anna. Oh, Willem, ik voel me niet lekker. Wat gebeurt er? Oh, nee. Mijn lief, wat gebeurt er? Mijn lief is dood. Gestorven aan de... Waarschijnlijk TBC. Oh, nee. Ik ben alleen. Ik neem jou. Anna van Saxe. Is er wijn? Ik wil wijn. Is er wijn? Nou, ik heb een heel klein beetje spijt. Oh, wacht. Ik ben volgens mij in verwachting. We hebben een zoon. Oh, geweldig. Ik noem hem Maurits. Ah. Oh, lieve, ik moet heel even weg. Daar. Dag. Hij is weg. Oh, Jan Ruben. Kom snel en kus me. En nu zijn jullie betrapt. Jazeker, Anna. Hoe kan je me zo verraden? Wie ben jij? Oh, geef het toch toe, of anders hak ik allebei jullie koppen eraf. Oké, we hebben een geheime relatie. Sorry. Ja. Wijn, ik wil wijn. Ja, maar ik zal je straffen. Ik verklaar je namelijk voor krankzinnig. En ik laat je opsluiten in een dichtgemetselde kamer in Dresden. Nee. Ja. Charlotte. Oh, Charlotte. Ik hou van jou. Oh, mijn lief. Wat dit... Charlotte? Charlotte, hè? Mijn ware liefde is weg, is dood. Wat moet ik nu doen? Wie ben jij? Louise de Coligny. Oh. Ik hou van jou en ik trouw met jou. Oh. Oh la la, nee, ik ben toch? In verwachting. Ja! Oh! Oh! Had je zijn zoon? We noemen hem Frederik Hendrik. Oh! Nou heb ik 3 zonen en ik ben zo intens gelukkig. Maar hoeveel kinderen heb jij in totaal? Oh, 13 kinderen. 13 enfants. Kom maar bij, jongens. Kom er maar bij, hoor. En kom jullie er ook maar bij. En jullie ook. Kom op, jongens. Ja, hoor. Ja. Dag allemaal. Maar zwaaien, jongens. Hallo. Dag. Dag. Zou jij dat ook willen? 4 vrouwen? Oh, nee. Daar moet ik niet aan denken. Ah, gelukkig. Ik krijg van 1 vrouw al een hartverzakking. Laat staan 4. Geintje.